leven in de gloria. Familie en kennissen van Iris Iwema uit Dronten hebben gisteravond een verrassingsfeestje gehouden voor de 23-jarige judoka. Afgelopen zaterdag pakte Iwema goud tijdens het NK judo in de gewichtsklasse tot 63 kilogram. Nou, dat is een verrassing, hè, Iris? Ja, ja, echt een verrassing. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat ik even met mijn moeder ging eten. Ja, zo had ze hierin geluisterd, geloof ik, hè? Ja, superleuk. Ik vond dat het wel tijd was dat de prestaties even meer belicht werden. En ze heeft heel veel prestaties ook in het buitenland elke keer neergezet. Op Europees niveau, op wereldniveau. En we kunnen er heel vaak niet bij zijn in het buitenland. En nu wel. En ik denk, nou, dan is het ook een mooi moment om het met elkaar te vieren. Ik kom net uit de training, dus het is dat ik een soort van normale kleren aan heb. Doe ik je nog eens even de plak om? Zaterdag was ze erbij. Ja. Ja, u heeft het live zien gebeuren. Ja, alles gevolgd tot en met de zenuwen zaten me in de keel, zal ik maar zeggen. Het was zo spannend, het ging echt heel hard door. Nou, maar ze heeft het gewonnen en daar ben ik blij op en trots. Ja. Ja. Maar heeft u er dan ook een beetje verstand van, oma, als u naar de judo kijkt? Ik laat me dat gewoon uitleggen door de moeder en vrienden die om me heen zitten. Ik heb er persoonlijk niet zoveel verstand van, maar ik laat me gewoon uitleggen. Hè. En dan begrijp ik het ook. Ik heb inmiddels toch al wel veel geleerd ervan. Ze doet het niet het eerste jaar. Hè. Op je succes. Ja, proost. Waar train je dan nu voor? Wat is het volgende doel? In november is de Grand Prix in Den Haag. En dat is het eerste grote doel waar we nu naartoe aan het werken zijn. Eerst maar even een feestje. Ja, zeker. We gaan even lekker genieten.